Ik probeer mij in te zetten voor maatschappelijke onderwerpen die mij direct aangaan. En daarnaast vind ik het ook heel belangrijk om duurzaamheid en klimaatverandering mee te nemen in mijn werk. Ik ben Siwing Tsao, ik ben 29 jaar en ik ben illustrator en activist. Ik maak best wel uiteenlopende kunst. Ik zou zeggen dat ik kleurrijke verkenningen maak om maatschappelijke onderwerpen aan te kaarten. En door ze zo fel mogelijk te maken, heb ik het gevoel dat het ook echt de aandacht krijgt die het verdient. Het project Too Good To Go is eigenlijk een postercampagne. Het houdt eigenlijk in dat internationaal allemaal artiesten zijn gevraagd om een werk te maken over voedselverspilling. Uiteindelijk worden deze posters dus verkocht en geld gaat naar het goede doel. Ja, het doel ervan is eigenlijk vooral mensen bewust maken van voedselverspilling en het op een soort van esthetische manier over te kunnen brengen. Wat we zien op de poster is eigenlijk dat ik geprobeerd heb om de waarde van eten te benadrukken. En dat gaat heel erg over de reis die eten aflegt voordat het op je bord komt. En dat het ook te maken heeft met de verschillende culturen die wij in Nederland rijk zijn. Vanuit mijn cultuur is het eigenlijk zo dat liefde niet per se verbaal wordt verteld, maar dat het echt door middel van eten is. Dus als je bij mensen thuis komt, is het niet hoe voel je, maar heb je al gegeten? En dat is echt een beetje de taal van liefde eigenlijk.